Dag beste mensen, dit is het journaal met Josse Gevers. Het is van gisteren 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. 11 november was het wapenstilstand. Dan herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Koning Albert heeft al bloemen neergelegd bij het graf van de onbekende soldaat. Zoals altijd wordt er ook de Lost Post geblazen. Omdat het 100 jaar geleden is dat de oorlog begon, hebben ze een serie opgenomen. Die noemt Inlandse Velden. Er spelen ook heel veel bekende mensen mee. Zoals Jonas van Geel en Barbara Serapian. Je kunt ook wat... Door deze serie kun je ook wat bijleren over de vroegere tijden. Als je de serie hebt gemist, kun je ook een boek lezen. Daar is een boek van gemaakt. Nu kun je die in de winkel kopen. Weet je eigenlijk hoe de oorlog begon? Dat zal ik je nu vertellen. In 1900 was Duitsland heel belangrijk. Omdat ze wapens maakten, leken ze heel erg machtig. De Fransen waren al bang dat er oorlog kwam. Dus Frankrijk ging samenwerken met Engeland en Rusland. En zodat die samenwerkten, ging Duitsland ook samenwerken met Oostenrijk, Hongarije en Italië. 28 juni 1914 was er iets vreselijks gebeurd. De kroonprins van Oostenrijk-Hongarije en zijn vrouw Sophie werden vermoord. Ze dachten allemaal dat de Serviërs achter de moord zaten. Daardoor begon de oorlog. Nu wordt nog altijd de Lost Post geblazen. Dat is een soort van trompetsignaal. Het werd in de oorlog altijd gebruikt als afsluiter van de dag. Nu wordt het nog gebruikt voor militaire herdenkingen en begrafenissen. In Ieper wordt het om 8 uur nog altijd gespeeld onder de menenpoort. Ter nagedachtenis van alle gesneuvelde mensen in de Eerste Wereldoorlog. Dieren speelden ook een belangrijke rol. Dieren speelden, zolang een mens kan herinneren, een belangrijke rol in de oorlog. Zoals de postduif. Die was een heel goede boodschapper. En het paard. Die gebruikte ze voor transport. Maar er waren ook andere dieren, zoals ganzen. Dat waren heel goede bewakers. Omdat er heel veel duiven zijn gesnuffeld, hebben ze er een standbeeld van gemaakt. Het noemt Pignosoldat. Ik dank u om te kijken en om een fijne